Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl We beginnen de ochtend bewolkt en af en toe valt er ook wat regen of motregen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Weinig ruimte voor de zon dus en er waait nog steeds een hele stevige oostenwind, in de kustregio's vaak windkracht 5. Temperaturen halverwege de ochtend ongeveer 8 graden en vanmiddag stijgt het kwik dan naar 12 tot 14 graden. Een beetje geluk breekt dan her en der de zon even door, maar spatje regen blijft ook nog lokaal mogelijk. De oostenwind blijft stevig waaien, pas vanavond begint die in kracht af te nemen. Vanuit het zuiden nadert er dan wel een regengebied. Die regen trekt in de loop van de avond en nacht over het land en ook morgenochtend hebben we daar nog mee te maken. Maar in de loop van de ochtend breekt in het zuiden de zon door en smiddags gebeurt dat dan ook in de rest van het land. En er stroomt zachte lucht het land binnen, in het zuiden kan het 16 of 17 graden worden. Maar de topper wordt de zondag. Dan is het schitterend weer met niet al te veel wind. 16 tot 18 graden, lokaal misschien zelfs 20 graden. Een heerlijke herfstdag. Geniet er wel van. Na het weekend neemt de wisselvalligheid weer toe. En gaat de temperatuur ook weer stap voor stap naar beneden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.